Tom Jelterslachter staat aan de vooravond van zijn tweede jaar in het Pro Tour team van Rabobank. Als hij terugkijkt op zijn debuutseizoen is de conclusie duidelijk. Ja, wel tevreden eigenlijk. Wel ja, dat snel om is gegaan eigenlijk. En ja, als ik dan snel verder ga, dan merk ik nu eigenlijk al ja, wat ik eraan over heb gehouden, zeg maar. Gewoon in de benen, zeg maar. Dat ik alweer heel, heel makkelijk voor de tijd van het seizoen wel weer lekker rijd. Dus ja, dat is zeker positief. En ja, je weet nu hoe alle wedstrijden een beetje zijn die ik heb gereden. Dus daar kijk je ook weer anders tegenaan. Dus ja, eigenlijk tot nu toe gaat het wel weer goed. Je bent wijzer geworden en beter geworden, zo ongeveer? Ja, ik denk dat je het zo goed uitdrukt inderdaad. Ja, wijzer en beter en weer vol moraal voor het tweede seizoen. Hopelijk een seizoen met minder pech voor jou. Ja, natuurlijk, dat hoop je wel. Je kan er, ja, je weet het nooit. Kijk, vorig jaar heb ik en wel geluk gehad en ook pech gehad inderdaad. En ja, ik hoop dat ik niet weer zo hard val als vorig jaar en niet zoveel last daarvan zal hebben. Maar ja, ik zal vast een keer weer vallen. Maar hopelijk wordt het een niet zo'n pechseizoen in ieder geval. Heb je een beetje idee hoe je kalender eruit ziet in de eerste fase? Ik start net als vorig jaar op Mallorca. Helaas is die een dag korter geworden, heb ik gehoord. Maar daar zal ik beginnen. En dan reis ik af naar Oman. Om daar te koersen. En dan ja, denk ik dat het grootste gedeelte net als vorig jaar zal zijn. En met als doel weer de Giro. Vorig jaar startte Slachter ook al in de Ronde van Italië. Maar viel uit na een zware val. Dit keer moet het anders, vindt hij. Ja, ik heb vorig jaar dan de Vuelta gereden, dus ik weet nu waar de grote ronde is. En ja, ik denk als ik zoals nu een jaar verder ben, een jaar sterker. En ik heb het parcours gezien van de Giro, dus als ik daar gewoon weer ja, goed in vorm ben, dan ja, lijkt het me heel mooi om daar echt goed mee te doen. Is het een parcours dat je ligt? Ja, ik denk het wel. Vergeleken met de Tour, natuurlijk zeker weten een stuk minder tijdritkilometers wat mij... Ja, wat voor mij beter is. En ja, veel klimmen. De laatste week is heel zwaar. En ik denk dat dat wel in mijn voordeel moet zijn.